10 jaar oud. We zijn hier op het Vrijheidsfestival in Utrecht. Achter mij staat Erik en Bobby. En ik ga nu aan een paar mensen vragen waarom ze hier zijn. En andere vragen. Het is vandaag een mooi festival. Dit is het Bevrijdingsfestival. En vandaag vieren we de bevrijding. Dat we vrij land zijn, waar je vrij kunt leven, vrij kunt zijn wie je wilt zijn. Dat is heel goed. Dat is een bijzonder moment in het jaar, 5 mei, dat we allemaal samen vieren hoe fijn het is om vrij te zijn. Bedankt. Graag gedaan. Vrijheid is doen wat je wil en wanneer je wil. Vrijheid voor het leven is dat er geen oorlog is. Vrijheid is geen discriminatie. Dus dragen, doen en zeggen wat je wil. Vrijheid is voor mij worteltjes eten. Tot je haar dood bij neerval. Vrijding betekent voor mij vrij voor school. Hallo, wat betekent vrijheid voor jullie? Dat we een vrij leven hebben en dat we blij kunnen leven. Hallo meneer, ik zie hier wel heel veel. Maar wat heeft dat met vrijheid te maken? Ja, kijk, zij zitten nu vast en we verkopen ze straks, dan komen ze vrij, denk ik. Vindt u het hier leuk? Ja, het ziet er heel leuk uit. Heel druk, mooie optredens. Dus ik geniet ervan. Leuk werk doe ik zo. Vrijheid betekent dit feest wat nu hier met elkaar is. Dat we het allemaal heel fijn hebben met elkaar. Ik vind de vrijheid heel mooi. Hallo, ik ben Roos. Vrijheid betekent voor mij dat kinderen rechten hebben en dat mishandeling streng strafbaar is. Ik ben vrij. Er is vrijheid in ons land, dus vier feest. Als ik vrij ben ik blij. Net zo vrij als een vogel. Wij vieren feest omdat het bevrijdingsdag is. Vrijheid is. Buiten spelen. Chantal, we gaan een interview. Hallo, dit zijn Ernst en Bobby. Ja, dit zijn Ernst en Bobby. Ze hebben net opgetreden. Ja. En wat vonden jullie van het optreden? Ontzettend leuk. Iedereen deed ontzettend goed mee. Het was heel gezellig. En het zonnetje was daar, dus het was top. En wat betekent vrijheid voor jullie? Nou, vrijheid betekent voor ons dat je helemaal vrij bent om overal te gaan staan waar je wil. En dat je alles kan zeggen wat je wil. En dat je overal kan gaan dansen. En dat je ook vrij bent in je hart. Oh, dat is mooi, hè? Ja, en ik vind het wel vrij dat je dan vrij bent. Dat het vrijdag is en zo. En dat je niks hoeft te doen. Ja, nou, dat was goed. Was het goed? Ja. Hey, en wat betekent vrijheid voor jou? Dat ik eindelijk een keer van school ben en dat ik... vrije dingen doe wanneer ik het leuk vind. Ja, vind ik een hele goeie. Maar wel eerst goed je best doen op school, hè, natuurlijk. Ja. Ja, en dat je diploma hebt en dan, tada, de vrijheid tegemoet. Ja. Leuk, man. Ja, bedankt. Graag gedaan. Graag gedaan. Hoe heet je? Hanna. Dag Hanna. Met een Hanna met een H op het eind? Ja. Oh, dat is heel handig. Die kan je heen en weer lezen. Er staat precies hetzelfde. Hanna. Anna heeft dat ook, hè. Hanna. Doeg. Doei. Wat betekent vrijheid voor u? Vrijheid betekent dat wij hier in dit land leven waar je alles mag zeggen wat je wil zonder dat je opgepakt wordt door de politie. Vrijheid, dat betekent voor mij dat ik eindelijk een keer vrij van school heb en dat ik vrije dingen doe wanneer ik er zin in heb. Ik vond dit festival helemaal fantastisch. Je kon er hele leuke dingen doen. Je hebt ook even in de speeltuin gespeeld. Het was helemaal fantastisch. Tot volgend jaar!